Welkom bij Spooky 1611. Dit is nou nog! Wow! Oké, hij is later. Hoi! De paas is op zich wel redelijk, weet je? Ja, mooie aansluiten en hij was kinderlijk. Goedenavond, dames en heren. Koekers en peren, je weet weer hoe laat het is. Als het een late night stream is met Teardown, het is weer tijd om te gaan puzzelen. We gaan weer puzzelen. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Fall Guys komt morgen, hè? Morgen komt er een heel nieuw Fall Guys seizoen. Dat is ook best wel heel erg vet. Ik weet niet wanneer dat uitkomt. Zeg maar wanneer dat morgen uitkomt. Maar natuurlijk, morgen heb je in de namiddag altijd een e-voetbal stream van mij. Dan gaan we even voetbal kijken. En we hebben of voetbal kijken, voetbal spelen het liefst, maar ook kijken wat er allemaal nieuw is. En we hebben mogelijk morgenavond een Fall Guys livestream. Want ik wil eigenlijk wel dat nieuwe seizoen bekijken. Want Regilio die wint bijvoorbeeld nooit een Fall Guys potje. En het zou wel leuk zijn als wij in het nieuwe seizoen met de nieuwe modifiers, met de nieuwe mappen, dat wij kunnen winnen. Goaltje van Haaland gezien? Nee, vanavond? Holy shit. Dikke metal of zoals muziek. Ja, die hadden we gisteren aanstaan bij Trail Out. Oh ja, dat is nog steeds dezelfde... hoe heet het? Ik had dat wat harder gezet, de muziek. En volgens mij is dat best oké volume. Dat je, want hij staat wel anders wel heel zacht, volgens mij. Dat weet ik niet zeker, hoor. Of hij normaal gesproken altijd echt ultra zacht staat. Maar ik heb hem nu dus op zo'n 10% gezet. Normaal staat hij op 4% voor de stream, 2% door mijn headset. Nu staat hij op 10% voor de stream, 8% door mijn headset. Maar de Trailout, die had dus copyright music. En dat is een beetje zoals Flatout, weet je. Dat je keihard elkaar moet beuken. Dat is echt zo'n derby game. En toen dacht ik, dat is copyright music. Maar dat heeft eigenlijk gewoon even dikke gitaarmuziek nodig. Dus ik zette dat wat harder, maar vandaag staat het ook hard. Is dat erg of niet? Ik zal even naar de Haaland goal kijken. Een kruifachtige goal. Oh, moet ik dan denken aan... ik doe even de browser uit hoor, want je mag eigenlijk ook de volume niet horen van voetbal. Hij staat wel helemaal bovenaan, dus die moet wel heel mooi zijn. Is dat kruifachtig in de zin van de goal dat Kruif zo'n karate trap doet? Of is het kruifachtig op een andere manier? Ja, het is kruifachtig op karatentrap, meneer. Zo. Zo mooi, hoor. Jezus Christus. Buitenkantje voet is ook wel mooi. Maar dan ook nog hoe die zichzelf manoeuvreert om erbij te komen. Damn. Je vindt die story... Nee, toch? Is het toch best lekker niveautje? Volgens mij is het best een mooi geluid. Ja, precies. Dat is ook de eerste waar ik aan dacht, Rick. Ik dacht als eerste meteen aan de karatentrap die hij bij Barcelona toen scoorde. Dat is wel echt grappig. Dat je, ja, dat is inderdaad ook een Cruyffiaans, of Cruyffiaans? Een Johan Cruyff-esque doelpunt. Heel mooi gedaan. Heel erg knap. Maar die Haaland is ook wel echt een goede targetman spits, hoor. Tjonge, jonge, jonge. Die kan wel zijn voet goed uitsteken. Een beetje een hybrid van Ibrahimovic, maar ook nog van anderen, zeg maar. Die wat beter in de lucht zijn dan. Ik vind hem soms ook wel een beetje Ruud van Nistelrooy kwaliteit hebben met hoe die goed staat. En dan gewoon hem erin tikt, weet je. Ik vind hem een beetje hybrid Ibra, Ruud. Ja, een beetje dat van
dat soort dingen. Nou, dan laten we hem zo, Thomas. Natuurlijk, dit is wat hardere muziek. Dus dat is automatisch ook wat harder. Maar als dat zelfs niet storend is, dan is de elektrische muziek ook niet storend. En ik vind het ook niet storend om eerlijk te zijn. Dus dat komt helemaal goed. Ik kan nergens een Fall Guys tijd zien voor morgen. Wanneer komt Fall Guys morgen? 26 goals in 22 Champions League wedstrijden. Die kan wel afmaken. Die kan zeker weten wel afmaken. Oh, er staat wel een tijd, of niet? One more day until we go where no Fall Guy has gone before. We gaan naar de ruimte, ja, in Fall Guys. Het is woensdag. Nou, de tijd staat er gewoon niet. Maar 15 september, morgen komt er een nieuw Fall Guys seizoen. Wij hadden natuurlijk al helemaal maxed out in de levels. In Fall Guys. Dus ja, we hadden niks meer echt te doen behalve die specials. Dus nu kunnen we weer bouwen naar max level. Zodat we het hele seizoen hebben unlocked. En dan ben ik benieuwd hoeveel geld het kost, de Season Pass. Want vanaf nu kost het geld voor iedereen. Dus ik hoop dat je genoeg geld hebt opgebouwd als je door al die Season Pass dingen gaat. Want dan koop ik gewoon geen externe skin. En dan pakken we gewoon altijd de Season Pass mee. Zodat we het dan de hele tijd kunnen spelen. Maar goed. Dat allemaal op zichzelf. Vandaag is het weer tijd voor Teardown. Het is weer tijd om even te gaan puzzelen. En dat is altijd leuk. Ja, ik heb daar altijd leuke streams mee gehad. Alleen we moeten wel oude dingen ook opnieuw doen. Was de microfoon even weg? Oh, dat kan wel even, ja. Dat kan wel even omdat deze game op 60 hertz runt. Dus dan gaat de monitor even uit. Even resetten, zeg maar. Naar 60 hertz. Dus dan komt er ook geen audio. Sorry. Spijt me. Het spijt me. Oh ja, wij hebben die toren omgegooid de vorige keer. Dat klopt. Dat was ik alweer vergeten. Wij hadden een toren omgegooid. En we hadden één missie heel erg goed gedaan. Maar we moeten dus naar messages. En oh nee. Oh nee. Dit is een extreem moeilijke om te doen. We moeten maar even gaan kijken of we onze tools kunnen upgraden ofzo. We hebben 1400. Dit is die moeilijke. Als je ook de oude livestreams hebt gezien. De oude late night livestreams waarin we teardown doen. Fuck, ik weet niet wat ik moet upgraden. Moeilijk voor jou bestaat dat? Hoezo? Het is niet alsof ik alle games toch makkelijk speel. Vind je dat echt? Vind ik wel een compliment. Je geeft mij nooit complimenten. Je gooit me altijd door de grond. Nee, maar echt. Dit is best wel echt pittig hoor. Want wij gaan altijd voor alle objectives. Maar deze art was echt moeilijk. Ja, ik wil de lengte van die plank denk ik verhogen. Maar de breedte is ook wel handig. Maar de lengte is misschien handiger eerst. De hoeveelheid planken. Pipebomb shotgun. Was dat niet die missie wat echt 1 seconde verschil was? Ja, en we hebben er uren aan gezeten. Want we hebben dat hele gebouw hebben toen kapot gemaakt. Om die art die aan de muur hangt aan een alarm. Als jij erom vraagt, ga ik wel weer anders. Ik vraag het helemaal niet om. Nee. I'm not asking for that. Wow. Dus we moeten dingen kunnen exploderen. Dus, waar kiezen we dan voor? De blowtorch hebben we max. Dit hoef ik niet te upgraden. We hebben 900. Moeten we dan met shotgunkogels om gaten te maken? De range maakt denk ik niet per se uit. Kunnen we ook met gun doen. Maar die heeft ook een range. Of gaan we de pipebomb extra boom doen? Plus we kunnen ook de pipebomb verhogen in rounds. Dat we 12 pipebombs hebben. Maar is dat slim? Durf ik niet te zeggen. Ik denk dat shotgun slimmer is. Ik denk dat we met de shotgun veel gaan doen. En dat kost altijd 200 om de rounds te verhogen. Dus gaan we al 48 rounds doen.
En dan doen we ook de hoeveelheid planken nog omhoog. Denk ik? Nou, nee. Misschien toch de gun rounds ook nog een keertje dan. Ja. En dan hebben we niet genoeg cash daarvoor. Wel voor meer planken. Oké, doen we dan ook nog maar meer plank. Oké, we gaan ervoor vandaag. Maar dit kan een hele lange missie zijn. Is dit het enige wat we hebben? We hebben hier niks. We hebben daar nu tool op. Ja, dat is de enige. Holy shit, boys. En girls. Oh shit, we hebben nog al die mods geactiveerd. Ja, dan wordt het heel makkelijk. We doen het zonder mods, hè? Ja, nee, we doen het niet met mods. Dat, we houden het vanilla, zoals ze dat noemen. Net zoals je toetje van vanavond. Als wij keihard met Mjol neer kunnen knallen en zo. En wij kunnen keihard met zo'n dikke gun kunnen we gewoon... Het wordt heel makkelijk. Maar dit, we doen het echt. We doen het echt, zeg maar. Daarom was er niks moeilijk voor... Ja... Gaat hij weer, hoor. Ik zei dat ik daar niet om vroeg. Ik zei juist... dat... je wel door kan gaan met complimentjes geven. Dat vind ik leuk. Nee, dus je ziet elke keer dingen veranderen. En hier maakt hij dus een cementbak. Ik weet niet meer waarom. Maar volgens mij zit hier ook een target in. Weet ik niet zeker meer, hoor. Maar volgens mij wel. Oh, nee, niet. Hier niet. Ja, hé, hey, maar was deze altijd in de nacht? Ja, deze was altijd in de nacht. Nee, deze heb ik ook overdag een keer gedaan. To be honest. Oh my god, dit is deze. Dit is zo ongelooflijk kut. We hebben dus allemaal artwork die we moeten stelen. Dan moeten we zo snel mogelijk van plek naar plek naar plek naar plek zien te komen. Nou, we gaan eerst wel even dus kijken. Dus het doel is om artwork te pakken en zo snel mogelijk al die artwork kunnen pakken. En het ziet er dus allemaal heel erg mooi uit. Dit was een inkopertje. Ja, inderdaad. Hij linkte wel perfect met wat je zei. Ik geef toe. Soms moeten we even badkamers gaan slopen. Want soms zit daar geld in de badkamer. Of iets wat niet per se geld in, maar iets wat we met geld kunnen verkopen. Of wat we kunnen verkopen voor geld, waardoor we dus geld krijgen. Zoals dat. En dat is $15. Nou. Dus je kan ook altijd even wat money fixen. Oh, hier ligt ook iets. En dat was $30. En hier ligt ook iets. En dat was $60. En dan kunnen we dan uiteindelijk weer die upgrades mee gaan doen. Het is wel goed om te weten dat we heel veel explosieven hebben. We hebben echt veel explosieven. Waarom houdt die explosieven zo dicht? Ik bedoel, het is best een luxe meneer dit. Maar ik ga toch ook een beetje voor de money. Op mijn money. Hoppakee, Russische caviar. En dan ben ik benieuwd hoe we dit kunnen doen. Je kan altijd meedenken. Maar ik weet niet of dat per se de slimste oplossing is. Ik denk, ik zeg het een keer anders, maar dat klinkt echt heel grappig. Ik weet wel dat we hier... Oh, hij is al down. Dat we hier naar boven kunnen met een lift. En dat het eigenlijk heel irritant in elkaar zit. Omdat wij het zijn... Nee. Het was gewoon even een grapje. Ik denk, ik ga het een keer anders aanpakken. Ik bedoel, je kan altijd helpen. Wow. Zat daar nou wat in? Ja. Jezus, deze heeft gewoon een triple monitor setup voor zijn televisie. Waarom? Wel cool. I like it. Maar dan moeten we nog een keer omhoog. En dan vinden we hier op deze hoogste verdieping... hier dus gewoon een art. Nou, als we nu even quicksave doen... en wij gaan dit pakken... dan heb je 60 seconden om te ontsnappen. En dat is kut, want wij willen alle artwork stelen. Je hebt een aantal die zijn optional. Je hebt dus available targets, maar er zijn een aantal required, een aantal optional. Hier is niet specifiek iets required of iets optional. Oftewel, als je er 1, 2, 3, 4 weet te pakken binnen 60 seconden, dan kan je de missie halen. Maar wij willen de missie halen als we ze alle 6 pakken. Aangezien deze best ver weg is,
Die is weg. Die is ver weg. En dan hebben we hier nog één. Daar nog één. En daar nog één. Dus hier 3. En hier 3. Dan moeten we een manier zien te vinden. Dat we dat heel snel kunnen doen. Maar ik heb echt het gevoel gehad dat deze missie ooit anders was. In de zin van dat ik dit in het licht heb gedaan. De andere, die ligt hierin. En wij hadden daar een heel systeem voor bedacht, volgens mij. Maar hier in deze hoek, dit is de ander. Oh my god. Oh ja. We kunnen ook wel even hier naar beneden. Volgens mij lag daar veel geld. Oh. Nee. Ik ben met die lift aan het spelen. Hier ligt ook veel geld. 400. A stash of emergency cash. Yo, here is a stash of emergency cash. Wat mij het slimste lijkt, is om hier te beginnen. Dit als starterpunt te gebruiken. Dus gewoon een raampje in te slaan. En oh. Niet los. Dankjewel. En dan gewoon hier te beginnen. Hier pakken. Maar dan is de vraag, hoe komen we zo snel mogelijk daar naar de bovenste verdieping? Want kijk, daar is de volgende. We hebben niet echt iets om daar heel snel naartoe te gaan, hè? Maar wat als je wel iets had waardoor je daar heel makkelijk kon komen? Zoals planken of zo. Of denk je dat dat niet kan? Hebben we iets groots? Dat klinkt heel erg... Kunnen we dat ding niet gebruiken? Dat we eerst planken op de auto doen en dan door... Oh! Wat dachten we van die cementtruck? Hey. Dat kan makkelijk met een mod. Ja, je hebt ook slingshot mods en zo. Dat begrijp ik. Maar dat gaat even mooi niet door, hè? We doen het zonder mods. Het is wel een keer leuk om dat met mods te gaan klooien. Nee! Oh my god. Ik ben een simracing pro. Dat was echt goed. Denk je dat we hier wat mee kunnen? Oh, nee. Sander. Denk je dat we dan zo. En dan misschien met een plank daar naar binnen? Dat is niet echt een gat wat je daar maakt. Well, that sucks. Maar we hebben dus heel veel shotgunkogels. Warning, driving standard. Hoezo? Dat was vet goed. Ja, dat kunnen we dus niet kapot maken. Dat kunnen we wel kapot maken met een pipebom van binnen. Dus of we moeten even... de pijpen laten dansen. Of we moeten met een shotgun gaan schieten. Ik weet niet waar de lift is. Oh, daar komt hij. Ik denk dat een pipebom het beste is. Is dit waar we zijn? Ja, dat hier... Oh, daar zit ook nog een bank voor. Kijk. Denk je dat we ook via andersom kunnen? Nee. Dat kunnen we ook niet kapot maken. Kunnen we wel kapot maken, maar even genut. Ah, kut. Dan moet je dan alsnog omheen. Omhoog. En dit kost ook redelijk wat tijd. Moeten we een gat in de muur maken? In de grond maken dan? Dat je in één keer hier naar boven kan. Ja, heb ik daar genoeg planken voor? Dat is de grote vraag. En hebben we dan nog genoeg planken voor de rest? Dat is ook de grote vraag. Maar dit is op zich geen probleem. Als ik een gat kan maken, dan kan ik zeg maar dit als steun gebruiken. Snap je? Dat is wel slim. Maar we komen sowieso hier uit. Ja, nou, dan kan het alsnog wel. We kunnen het ook met andere dingen doen, hoor. Maar... En dan in één keer hier omhoog lopen.
Dat lijkt me slim. Ja, ik denk dat, dat we slim zijn. Goed nagedacht, chat. Goed gedaan. Maar we willen ook niet de vloer eraf. Dus dat is met een pijpbom wel kut. Ik had hem eigenlijk op die bank moeten leggen hier. Wat als ik hem daar op leg? Zou dit kunnen? Serieus, net niet. Jawel. Hoppa. Kijk, easy. En die plank is al meer dan genoeg, want we hoeven niet terug. Dus dit ziet er misschien wonky uit. Maar op het moment dat wij hier lopen, en we gaan zo, en we gaan zo, en we gaan zo. Hoppakee, zijn we er. Gaan we hier overheen en moeten we hier een gat hebben ergens. So make a hole in the ground, please. Waar denken jullie ongeveer? Waar ik hem moet gooien? Of waar ik hem moet gooien? Waar ik een pijpbom moet maken? Hier? Hier? Ja, daar? Wat? Ik gebruik wel spreken. Denk je hier? Maar ik denk dat dit dan explodeert. Ik kan altijd opnieuw doen, ja. Dat is waar. Daarom quick save ik ook. Nee, daar. Oh. Huh? Hier. Is dit wel goed? Je bent maar aan het trollen, hè? Nee, daar. Waar daar? Hier. Komt Robin er ook nog even bij. Nee, daar. Waar is daar? Is dat hier? Is dat hier? Of is dat hier? Waar is dat? Jongen, 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 jongen. Oh, daar. Oh. Verdomme. Ik gooi wel gewoon, we zien wel. Oh, nee. Oh, verdomme. Ik heb hem nu ook gewoon helemaal verkeerd. Huh? Er zit niks onder. Gaat gewoon dubbel van. Oh my god. Ja, dat gaat moeilijker dan verwacht dan. Dat is veel hoger dan verwacht. Oh mijn god. Ik denk niet dat dit gaat lukken dan. Oh jawel, 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 jawel. Ik moet opnieuw. Het moeilijke is, ik moet... Of het... Nou... Ik ben even geld aan het zoeken, hoor. Ik ben even dingen aan het stelen. Schrijf het even op. Wat? Moet ik opschrijven? Nee, we moeten even met een shotgun die doen. We moeten echt even met een shotgun... En ik moet daar tussen zien te komen even. Dus hier. Precies. Ik wist niet dat jij Sims sprak. Oh nee, we moeten er niet tussen komen. Laat maar. We moeten hier de opbouw... Dit komt helemaal goed. Ik spreek Simsje. Dat praten ging net niet lekker. Oh, dat is de Sims-praat. Ja, ja, ja. Ik ben opgegroeid met Sims-poppetjes. Hij moet daar. Huh? Is daar een gat? Jongen, ik heb echt een gat in mijn broek. Huh? Nee, kijk. We doen deze hero. Ja, verdomme. Nou, werkt nog wel. Dan weten we waar we uitkomen. En dan had ik eigenlijk de shotgun hier moeten doen. En dan moeten we daar
ook een plank verzinnen. En die daaraan vast. Dan kijken of we omhoog kunnen. Nou, dat kunnen we niet. Auw! Niet die plank kapot maken, dankjewel. Dus we doen hop, 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 hop. En dan zitten we nu dus vast hier ook. Dus nu doen we boom. Met de shotgun. En boom met de shotgun. En dan hebben we een aantal kogels gebruikt. Maar dan doen we die hier naartoe. En dan woep. En dan zijn we er meteen. Hey, dit is een stuk beter voor mijn gevoel dan de vorige keer dat we dit deden 20 jaar geleden. Echt waar. Ik ben ook gewoon ineens gewoon beter in mijn brein dan zeg maar vorig jaar of zo dat ik dit op mijn oude computer deed. Nou ja, dat is langer dan vorig jaar, want ik ga even koken. I'll be back. Komt door mij? Ja, komt ook door jou. Maar echt waar. Waarom denk ik ineens zo duidelijk? What the hell? Kijk dan. Oh my god, en dan zijn we daar alweer. Yo, dit gaat goed tot nu toe. Tot nu toe gaat dit goed. Always blame the gear. Ik blame helemaal niet mijn oude computer. Maar op mijn oude computer hebben we dit al een keer eerder gedaan. Dat had helemaal niks te maken. Dat was helemaal geen aansluitingspunt. Maar als jij wil... Hey, een boek. Over bomen. Penthouse gardening pizza. Oké, maar nu moeten we er eigenlijk voor zorgen dat we in één keer bij die kunnen komen. Denk ik. En ik denk dat als we zo snel gaan, dat we op zich dit heel ding helemaal niet hoeven te slopen. Want ik maakte hier dus een gat in dat hij naar beneden valt enzovoort, dat ik hem daar kan pakken. Maar ik denk dat we dat loopje gewoon kunnen doen. Als we daar beginnen, in een auto stappen, de auto dumpen. Dan hier omhoog, meteen die pakken op de bovenste verdieping. Hoeven we helemaal niet die hele trap te gebruiken. Dan kunnen we die ook nog wel gaan pakken. En dan moeten we een auto klaarstormen. En dan moeten we in één keer hier naartoe rijden, vanaf daar. Dan moeten we dan even gaan testen. En we hebben nog genoeg auto's, hopelijk, in de buurt. We hebben ook nog ergens een sportauto. Nou, we hebben daar een auto, daar een auto, daar een auto. Dus dat komt wel goed. Allee, hoe kom ik het snelste daar? Ja. Dat vraag ik me eigenlijk wel af. Hoe komen we daar het snelst? Is dit breakable? Gewoon springen. Ja, ik kan wel hier springen op dit glas en dan naar binnen lopen. Maar je wil natuurlijk wel redelijk snel. Dus ik ga even pipebom gooien. Gewoon even te testen. Ja, ik kan niet vaak genoeg quicksave doen. Hey, nee. Niet in de fik. Even normaal doen. Dit is wel een mooie plek om meteen door te gaan. Hop, hop. Hop, hop. Hier naar beneden. Nou, dat kan wel wat sneller. En dan is hij hier op de hoek. Kunnen we ook niet deze muur eruit slopen? Oh shit, ik ben nu gewoon een schilderij kapot aan het maken. Nee, maar even serieus. Ik kom er niet bij. Ik voel me net zo klein. Hoe kan ik deze het snelste pakken? Gewoon lopen, I guess, right? Maar ik wil eigenlijk ook snel naar beneden. Dus ik denk dat ik hier ook weer een pijpbom ga gooien. Dus let's try this out. Oh, te dichtbij. Oeh, viel mee. Oh, dit is hout. Dit is hout. Dat houdt niet. Dat houdt echt niet zo goed. Dat gaat alleen maar fik. Ja, nu kan ik hier meteen naar beneden. Denk ik. Jawel. Dus dat is goed gedaan. Dankjewel. Dan zijn we even op zoek naar money. Even op zoek naar iets om te stelen. Robin style. Hoppakee. Hey, gestolen. Oh, iemand zijn wallet. Even wat stroom kapot maken hoor. Poeltafel dingen. Oké, dan hebben we er al best wel veel. In theater 21 augustus.
alles jatten. Hoppakee. The Ultimate Collection of Movie One-Liners. Oh my god, dat lijkt me geweldig. Movie One-Liner boek. Dark Moon. Wat mooi. Ik ben helemaal trots op die film. Oké, dan stappen we hier in de auto, denk ik. Gewoon letterlijk hier zo springen. Dan rijden we hier met een auto. Moeten we eigenlijk even een terreinwagen vinden of zo. En dan springen we hier. Wee! En dan komen we dus... Oh, hier staan heel veel auto's natuurlijk. En dan komen we hier. Dus hier moet eigenlijk shit kapot. Dus we hebben nog 3 pipebombs over. En ik denk dat ik dit nog met pipebombs ga doen. Want we willen eigenlijk in 1 keer hier al naar binnen kunnen gaan. Vanaf daar. Misschien willen we zelfs hier al springen. Dat kan ook. Ja, hoeveel planken heb ik nog? 36 planken. Wat als ik een schans maak? Alhoewel dat ook weer onnodig is. Want de enige plek waar we kunnen rijden is hier. Dus we rijden daar wel gewoon. Als jullie beter ideeën hebben, hoor ik het ook graag, hè? Maar ik denk dat deze nog wel gaat lukken. Mogelijk was er een andere heel moeilijk. Kut. Dit is helemaal niet goed. Nou, het is wel goed, maar er breekt te weinig. Ga even fikken. Moet ik dit ook nog gaan schieten of zo met een gun? Of nog 1 shotgun kogel gebruiken? Met een pipa. Oh. Is dit breed genoeg? Denk je dat ik het gaatje zou kunnen vinden? Oh, zou moeten kunnen, toch? Was dan goede terreinwagen om te gebruiken? Hier staat wel echt een zooi auto's. En waar is dat? Oh, dat ding is hier. Oh, dan gaan we gewoon even langs. Kunnen we hem zo pakken? We kunnen hem zo pakken, netjes. Zo kunnen we hem helemaal pakken. Verder hoeven we toch niks te doen hier. Waarom hebben ze een schilderij op beveiliging in een partytent? Of wat dit ook mag zijn. Alright, nou dan rijden we daar naartoe. Staat hier een andere auto klaar. Die auto die rijdt hier naartoe. Naar dit strandfeesttuin ding. Gewoon Latifi-stijl. Wat is Latifi-stijl? En hey, dit is ook wel handig om gaten te maken. Ik heb tot nu toe ben ik blij. Er doorheen bukken. Oh, op die manier. En dan moeten we eigenlijk gewoon hier deze oppakken. En meteen weer in een nieuwe auto. Nou, deze auto kan wel. Dan rijden we nog daar naartoe. En dan moeten we nog naar de escape vehicle. En dat kan natuurlijk via daar. En dan in één keer daar is weer. Moet lukken. Maar dat moet lukken omdat we sneller het begin doen dan dat ik de vorige keer deed. Hey, kan ik dit gebouw ook gewoon droppen, denken jullie? Op niveau? Zeg maar, wat als ik alles gewoon zaag? Ja, misschien moet ik dat niet blowtorchen, want het is wel hout. Dus wat als ik dit doe? En nee, het is wel zielig voor het hygiënische huis. Dit zou wel quick save, had ik dat nog niet gedaan? Ik dacht dat ik dat had gedaan. Let's try that out. We gaan gewoon dingen uitproberen, oké? Ik kan er niet bij. Ik ben te klein. Hoppatee. Zagen, wie de wagen. Jannie kwam thuis om een boterham te vragen. Hij gaat dan natuurlijk niet door die trappen. Te klein, dat is meer Yuki-stijl. Ja, ik moet die trappen ook eraf wappen dan. Maar kan dat wel? Even andere no copyright playlist hoor. Er zit iets meer heavy muziek. Oh ja, dat kan wel. Niet Janny? Oké, Jan kwam niet thuis. Oh god. Nee, ik snap waarom je niet Jannie, maar... Oh god, het houten huis in de fik. Sorry, dat kan echt niet. Oké, deze is los, hè? Ja, deze is los.
Even Minecraft trappen wappen. Trappen wappen. En dan moeten we deze ook even losmaken. En dan moet het goed komen. Ik heb hier een goed gevoel over. Nee, maar echt. Ik heb hier echt een goed gevoel over. Denken jullie dat we gewoon dat hele huis met de grond gelijk maken? Nou, dat niet natuurlijk. Want het huis staat nog maar met de grond gelijk. In de zin van dat hij nu een treetje lager dan komt. Dat hebben we gedaan. Maar dan gaat het alarm meteen af. Wat naaierig. Wat is er dan nu afgegaan? Hè? Hij zit toch nog gewoon aan het alarm? Vieze Henkie? Sorry. Sowieso, zit te twijfelen. Nou, Thomas, goed getwijfeld. Dat werkt niet. Het werkt gewoon niet. Hier, als ik dit doe, dan kan ik hem zelfs nog pakken. Als ik dit doe, kan ik hem zelfs nog pakken. Maar nee. Dat dacht ik al, alleen vroeg je daar niet om. Nee, dat dacht je niet. Nou, dan pakken we hem wel zo. Terwijl we hier dat trapje op gaan, pakken we die auto. Dan rijden we door. Jij vroeg alleen of hij ging zakken. Nee, ik zei, gaat dit dan lukken? Maar ja. Als jij het zakken vond lukken, dat is ook wel lief. Nou, dan hebben we hier wat problemen. Wel twee hele snelle auto's, dat is wel vet. En deze Jeep moeten we misschien daarboven inzetten. Lukken om te zakken? Nou ja, dat bedoelde ik niet. Het spijt me. Ik heb het helemaal fout gedaan. En dan moeten we deze pakken. En dit is echt heel stom dat ik dit eigenlijk doe. Maar ik doe het toch. En dan moeten we die snelle auto gewoon gebruiken om elkaar te gaan racen. En dan springen we gewoon met de schilderijen in dat gebeuren. Het is heel stom dat ik dit doe. Weet je waarom? Omdat er nog een frame omhoog en naar beneden gaat. Dus op het moment dat ik hier met een auto kom, dan gaat dat frame alsnog omhoog. En dan heb je alsnog problemen. Maar dit is echt zo superkar. Kijk, daar gaat hij. En dan moeten we via hier heel snel naar de escape vehicle. Maar ik heb nog genoeg shotgun kogels. Dus ik zou ook hier gewoon een gat in de muur kunnen maken weer. Dus ik quicksave hem even. En we hadden vorige keer volgens mij vijf... Verdomme. En dan kan ik gewoon hier in de muur. Ik gooi ook gewoon auto's kapot, hè. Ik wil dat weg hebben. Oh, kut. Dat is misschien ook... Nee, van me. Dan kan ik hier gewoon al op E drukken. Gewoon op deze hele strook. Weet je wat pas een supercar is? Nou. Wat is een supercar? Yo, dat is wel echt satisfying. Om gewoon ramen te kinkelen. Hebben we er vertrouwen in? Ik ga het ook goed formuleren hoor. Hebben we er vertrouwen in dat ik het binnen 60 seconden ga halen? Zo, beter kan ik het niet formuleren. De Ferrari SUV? Is er een Ferrari SUV, ja? Bestaat dat? Nee, dat bestaat. Jij wel? Oké. Ik heb vandaag een hele coole auto gereden. Ja. I agree. Is vandaag bekend gemaakt? Nee. Je maakt een grapje. Ik denk niet in één keer, maar naar wat aanpassingen wel. Oké. Waar zet ik deze neer? Niet echt. Kut, Regilio. Je maakt me helemaal enthousiast. Maar je kan het niet volhouden. We doen deze wel hier daar naartoe. Ja, supersnelle auto, dus why not? En ja, hier staan eigenlijk te veel auto's. Maar welke auto moet ik mee gaan jumpen?
Dat is de grote vraag. Deze gaat wel hard, toch? Ik zoek op en stuur je link. Je zegt net dat het niet echt is. Ai. Ja, oh, deze is heel goed. Holy shit, die is snel ook. Nou ja. Easy peasy lemon squeezy. Die zetten we hier neer en gas erop. Hij is wel echt. Oh, de echt niet was niet van hij is wel niet echt. En Robin, jij bent heel goed in rijden. Alright. Ik denk dat dit al best oké is. Behalve dat we nog een auto nodig hebben. Ja, dan pak ik ook meteen een goeie. Dat we een auto nodig hebben die dat beginstukje even rijdt. En dat mag van mij ook een super jeep zijn. Ik ben echt heel goed in rijden. Ja. Hey, denk je dat ik hier doorheen kan beuken? Ja! Waarom zei je dat niet eerder? Regilio stuurt mij echt een linkje voor een Ferrari SUV. Maar Ferrari is zo premium, die doen dat nooit aan. Oh god, dat is niet zo slim. Maar maakt niet uit. Dit kleine stukje wil ik rijden. Dit is echt het kleinste stukje ever, maar het scheelt wel tijd. Nu wel. Ik wil even zien. De Ferrari SUV. Alright. Nou, Ferrari, wat maken jullie? Dit is de Ferrari Puro De eerste SUV van Ferrari ooit. Met een V12. Nou, mooie hoge auto, SUV, Puro Sangue, gue. Kijk, één iemand rijdt, de ander speelt spelletjes op een schermpje. Ja, ben ik niet gewend van Ferrari. Ik vind wel leuk dat Ferrari dat doet, maar niemand gaat dat kunnen betalen. Ben je raar? Is dat als reactie op de Anus? De Lamborghini Anus? Nee. Ferrari, die reageert nooit op iemand. Dat is gewoon don't know wall Andy. En niet de anus. Dat zeg ik. De anus. Ze schatten 4 ton. Oh. Dat is één Twitch stream voor mij. Een paar ruggen. Ja, je hebt er maar één. Full circle. Ik ben even aan het kijken hoor. Daar moet ik al sneller kunnen zakken. I wanna zack quicker. Give me a quicker zack, please. Wap, wap, wap. En wap. En wap. En dan ook nog wap daar. En wap daar. En oh, oké. Okay. En wap daar. Ja. Well, this feels gooder. Oh, sorry. Quick sack. Deze game is satisfying. Deze game is super satisfying. Ik vind het ook echt gewoon een hele goede game. Zeg maar, natuurlijk is dit puzzelelement is ook gewoon leuk, zeg maar. Ik vind het best wel leuk om dit zo op te lossen en constant op andere manieren. Maar dat is eigenlijk gewoon een toevoeging van gewoon de sandbox. En je hebt zoveel workshop mods, Alex. Zoveel mappen, dat is niet normaal. Maar überhaupt, alles is satisfying. Als je gewoon even iets kapot wil maken, is ook gewoon leuk. Straight face. Ik weet het niet. Oké, hier wil ik dan meer naar zo. En dan pakken we hier dat ding op. Dan springen we hier zo in die auto. Dan rijden we met die auto gewoon hier af. Mooie dingen. En dan gaan we hier meteen naar rechts. Kijken of we die jump kunnen maken. Dan gassen we hem gewoon echt keihard naar voren. Misschien wel tegen deze auto's, maakt me niet uit. Maar in ieder geval, als we hier staan, kunnen we hem hier pakken. Kunnen we hem ook pakken als we die...
Oh, kijk, hier maken we het nog maar. Pakken we die, gaan we in die auto, rijden we daar naartoe, gaan we in die auto. Dat is misschien wel een kut auto. Dus misschien moeten we even een andere auto uitproberen. De Jeep of deze? De rode of de royer? Hallo, treinwifi. Hallo. Oh, zo heet ik helemaal niet. Ik denk deze Jeep. Niet de Jeep? Je zou juist denken, Jeep is goed voor off-road, toch? Of wil je mij saboteren? This feels pretty good, right? Ik kan wel vergelijken met die andere auto. Sowieso wil ik de Jeep wegzetten, maar ik kan wel vergelijken met deze auto, hoe deze off-road rijdt. Ik zal hem even quick saven. Kijk, we moeten hier off-road. Dit is hoe de mosselauto rijdt. Oh, die rijdt ook best... Ah, fuck. Die rijdt ook best wel snel. Geel? Dat bestaat niet in lingo. Hey, ik heb nog wat shotgunkogels. Ik ga die fucking Bahama pyjama... Die ga ik... vooral die. Die is het meest irritant. Die ga ik even wegdoen. We hebben verder niks, hè? Met pijpbommen en zo. Yo, hallo? Dat kan niet kapot? Wat is dit dan? Dit is echt massief. Nou ja, dan niet, hè? Dan rijden we er wel omheen, maar dan heb ik liever de Jeep. Dus anders meer failure. Dus doe de Jeep maar. Jeep, Jeep. Aan mijn Jeep. Hé, ik denk dat we dit gaan halen. Language bingo. Ongelooflijk. Als dat betekent wat lingo is, dan is het hele leven een leug. Rutger die deelde op Discord wat leuks. Die deelde Family Feud, maar dan Google. Dat je moet raden wat de autofill allemaal zegt. Probeer anders dat gebouw naar beneden te halen. Jongen, heb jij überhaupt gekeken wat er gebeurde? Ah. Misschien deze iets... Maar, wel slim van Regilio. Ik geef hem kudos. Het is misschien slim om even een stukje... Jezus. Dit is niet de bedoeling. Hebben we trouwens fire damage? Ja, we hebben een vuuralarm. Dit is niet zo slim, maar I'll take it. Verdomme. Kijk, dit is wel slim. Dan kan ik pakken en meteen naar achter. Een beetje. Een soort van. Iets makkelijker kan ik er dan in. Beep beep. Ah, machine. Yo, what up, Mr. Green Streams. Wat goed dat jij zo groen streamt. Alles eco-friendly, I presume. Wat is dit? Oh, dat heb ik weggegooid ergens. Wat staat daar? Heel even kijken nog hoor. Voordat ik mijn eerste run ga proberen. Want ik denk dat ik gewoon sneller ben dan ooit. Oh, daar staat ook een dikke Lambo. Daar staat een Lamborghini. YOLO, ik zet die hier ook gewoon hoor. Voor het laatste stukje. Dan zetten we die wel gewoon aan deze kant. Nee, die zet ik... Shit. Die zet ik gewoon ervoor. YOLO. Maakt me allemaal niet meer uit. Ik heb gewoon een Lamborghini. Ik denk dat ik hem binnen de 60 seconden haal. Ik heb wel vertrouwen in mezelf. Ik denk dat ik hem nu al goed heb. Quick save niet vergeten. Nee, dat doe ik zo wanneer ik sta bij het begin van mijn run. Ik denk dat we ze alle 6 hebben. En zoals je hier ziet... Oh, zoals je hier ziet... Er zijn 4 zijn nodig. Nou ja, niet hier ziet, maar hieronder. Daar in de hoek. 4 require, 2 optional. Wij gaan ze alle 4 pakken binnen die minuut. Ja, echt waar. We gaan ze allemaal pakken. Pak ze allemaal. Strippenkaart. Stickers. Van supermarktketens. Zo. En het gaat de eerste run meteen goed. I promise. Oké?
Dit was wel eentje waar ik best wel lang mee vast zat. Maar nu gaat het ineens best wel snel. Ik denk dat je er onder de minuut zit. Ja, dat is de bedoeling. Alright, quick save. Daar gaan we. Hier komt ie. Mijn idee voor deze heist. Let's bring the heist. Boom. Gassen. Kut. Springen. Pakken. Springen. Fuck, die gaat te snel. Nee. Oh fuck, dit gaat niet goed. Snel eruit. Dit gaat niet goed. Dit wordt te moeilijk. Oh god. 25 seconden nog maar. Sorry, auto. 18 seconden is te weinig. Dat gaat ons niet lukken. Nee, het gaat ons net niet lukken. Oh god, ik vlieg er ook nog eens uit. Het lukt ons niet. Daar is de boot. Precies bij die helikopter. We stonden ervoor. Shit. Hebben jullie enig idee waar ik heel veel tijd kan winnen? Ik heb het gevoel dat ik die Lamborghini en die rode auto wil omdraaien. Want die Lamborghini die is beter om die bocht te maken aan het eind. Maar waar kan ik de meeste tijd winnen? Probeer nog één keer. Oké. Gewoon nog één keer om even te kijken hoe en wat. Is goed. Kom op. Dit kost best veel tijd, maar veel minder tijd dan de vorige keer. Was best close, ja zeker. Dat is een beetje een rare jump. Oh god. Ik rachel gewoon daar doorheen. Oh my god, ik zit weer in die auto. Verneukt. Ik wil deze vervangen. Dit is altijd heel naaierig, heel kut. En nu doe ik het zelfs slechter, volgens mijn gevoel. En dan dus die pakken. Ja, net niet lekker. En dan heb ik nu 6 seconden. 5, 4, 3. En dan moet ik daar dus rechtdoor. Kijk. Het scheelt helemaal niet veel seconden hoor. Het scheelt echt niet veel. Ik heb net iets meer beter nodig. En dan kan ik het nog net met een seconde verschil pakken. Denk je dat deze ook al haalbaar is, maar dat ik gewoon niet goed genoeg ben? Nou, dan proberen we het nog een derde keer. Je denkt dat op dit moment mijn opzet haalbaar is? Als die jump wat beter gaat en zo. En ook niet fout gaat bij de auto enzovoort. Oké, nou ja, dan proberen we het gewoon helemaal te nemen. Deze moet in één keer recht. En dat doet hij niet. Nee. Het is wel beter. Dit is te ver. Ik weet het niet hoor. Dat laatste kon beter, helemaal niet. Wel haalbaar dus. Nee, niet haalbaar. Opzet moet anders. Die auto die stopt op dat land. Dus we moeten een andere auto fixen daarvoor, voor dat laatste stuk. Ik denk dat mogelijk die Lamborghini daar minder voor heb. Ja, het stond gewoon vast. Ja, dat gaat hij dus altijd doen, daar. Dat snap je, hè? Dat begrijp je. Oei.
Roadler wisselen met de Jeep. Nee. We gaan die groene proberen. We gaan die groene en rode omwisselen, want je moet daar wel echt snel gaan. Maar die rode gaat te snel en deze kan ik mogelijk wel besturen. Dus moet je kijken hoe snel deze gaat. En alsnog kan ik die besturen. We kunnen altijd even gaan uitproberen van een 4. Dus ik kan altijd even quicksave doen. En dan kunnen we altijd even zo kijken. Want de vorige keer deed ik ook deze, dat weet ik dus nog. Oké, dat gaat niet zo goed. En zit altijd vast. Oké, het zit altijd hier vast, de auto. Ja, dacht ik al. Dat het was. Want we zijn er vorige keer lopend alsnog naartoe gelopen. Kan ik daar wat aan doen? Daar kan ik niet zoveel aan doen. Ik kan alleen mogelijk een jump maken aan het einde. Probeer eens de Jeep. Ja, toch denk ik dat die te traag gaat. Zet anders de boot dichterbij. Wat we ook kunnen doen is zo. En dan eruit springen. Iets omhoog rijden. Dat kan wel. Maar we kunnen ook een jump maken als je wil. Denk je niet dat dat cool is? Als we een jump werkende kunnen krijgen? Via deze paal of zo? Ik kan het gewoon proberen nu. Ik heb toch een quick load op perfect moment. Forza Horizon stijl? Oh nee, dat gaat niet werken. Dit is al kut. Dat had dan, ja. Dan hadden we even een item moeten vinden waar we dan die jump op kunnen maken. Zoals dit, zeg maar. En dan moeten we die gewoon eronder doen. En dan vastmaken aan de grond. En dan een jump maken. Dus dat je dan... Maar dan is deze jump alsnog niet groot genoeg. Maar toch. Dan zouden we zoiets moeten maken. Maar deze is dan weer te laag. En mogelijk raken we dan het bosje. Toch ben ik wel benieuwd wat dat doet. Wood for days. Damn, got wood. Dan zouden we zoiets moeten maken, zeg maar. En dan wiee. Alleen deze is dus niet scherp genoeg. Maar ik ben wel benieuwd of dat hout werkt. Of dat we er keihard doorheen zakken. Dus ik ga nog een rondje maken. We hebben ook daar nog een dikke ramp. Maar ik denk niet dat je die goed kan gebruiken, die ramppalen hier. Wel veel explosieven die we niet hebben gebruikt. Maar we maken gewoon een volledig rondje. Forza Horizon stijl. Ja, precies. Ik zou het leuk vinden hoor, als dat lukt. Ik ga hem niet zeven, though. Ik wil gewoon weten of we door het hout gaan. Of niet. De wielen raken dat niet. Dat was niet breed genoeg. De wielen raken het niet. Oké. Nou, ik loop er wel even naartoe. Ik ga het nog één keer proberen. Het lijkt me wel vet. Maar dan moet het wel kunnen. Dat werkt dus niet. Dat is wel jammer. Wat als we shotgun hier afbreken? Dan is hij te kort. Hij brak te ver. Kan ik hem ook draaien? Nee. Kun je bij die berg geen krater maken? Ja, hij brak in stukjes. Ik wou zo... Dus ik helemaal uitmeten. Breek dat ding in stukjes. Blablabla. Blablabla. Verdomme. Ja, dit gaat hem dan net niet worden. Een aantal van die. Zo aan elkaar linken. Want dat kan wel. En dat gaat hem net niet worden. Hey, lekker naar huis scooteren, Robin. Do your best. Do your thing. Ik denk niet dat het gaat lukken. Ik ben er nu naar aan het kijken. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Het loopt daar net gewoon kut omhoog. Ja. We kunnen wel naar andere dingen kijken. Nog met planken daar. Dus ik ga nog één keer daar naartoe. En een krater bij de berg maken, dat gaat ons niet helpen. En dan denk ik dat je bedoelt krater in dat punt, zeg maar. Dat ding. Dit heuvel ding. Dat gaat ons niet helpen, helaas.
En wat we wel kunnen doen is dus dat planken ervoor zorgen dat wij smoother kunnen gaan. Alleen ja, dan is de vraag hoe. Hoe? Ja, nee, ik zie geen... Oh my god. Kun je de boot niet in die bocht leggen? Dat werkt niet zo, vriend. De boot die blijft op de plek waar die is. Dat is de hele puzzel. Ik kan ook gewoon deze plank hier neerzetten. Oh nee, dat heb ik net geprobeerd, maar dat werkt natuurlijk niet. Ik weet het even niet. Behalve dat ik het wel zou kunnen halen als ik deze omkeer. We kunnen ook weer die kant op gaan. Nee, doe maar niet. Ik vind het leuker deze kant. Dat hebben we vorige keer ook gedaan. Ja, ik twijfel. Ik twijfel a lot. Van wat ik hier graag wil creëren. Dat hebben we hier allemaal. Een kas. Oh, schaakbord. Oh, lekker schaken. Welcome back, Tex. Lekker gegeten. Wat een late etenstijd. En je weet zeker dat ik deze niet hier kan shotgunnen, hè? Komt met die nu maar... Ik ga hier alles op baseren. Op dit ding. Maar ja, en dan? Daar kunnen we niet op jumpen, helaas. Maar ik dacht even, daar gaan we echt een vet coole ramp van maken. Maar helaas, pindakaas. Oeh, dit is een hele nare. Die gaat niet blijven staan. Kan je... Oh god, die blijft ook niet staan. Oké. Okay. Kan je eigen niet yeeten? Nee, dat gaat ook niet werken, helaas. Helaas, that doesn't work that way. Oh god, dit trilt helemaal. Kun je de boom niet blazen? Jawel, de boom kunnen we wel kapot maken, maar hij heeft niet zoveel nut. Dat heeft niet zoveel nut. Ah, verdomme. Oké, die zijn niet zo goed als dat. Wat we wel kunnen doen is die boom schuin neerzetten. Ik weet niet hoeveel nut dat gaat hebben, maar het zou kunnen. Is dit mooier? Een gat maken in gebouw en er recht doorheen rijden. Ja, je kan door elk gebouw. Nee, dit is ook kut. Wat ik nu heb gedaan met die boom. Dat had ik niet moeten doen. Helaas. Nee, ik wil hem gewoon... Ah! Je kan ook te snel doen. Ik wil hem gewoon zo doen. Aan het einde. Ik moet er wat meer linksom doen. Wil ik dat überhaupt halen? En met deze auto lukt dat wel. Sluit anders je stuur even aan. Dus ja, fuck it. We hebben geen oplossingen. Hij kan natuurlijk veel sneller, dit. Dus dit is nog best wel rookie nummers als we hem net halen. Maar we halen hem wel. Hopelijk. Maar ik ga deze wel omgooien. Oeh, deze is een stuk slechter off-road. Tering. Die Lamborghini die zit wat beter on the road. Deze is wat beter voor asfalt. Oké. Okay. We gaan wel weer proberen. We proberen het gewoon nog een keer. Met deze setup. Ik heb geen fantasie meer. Sluit je stuur aan. Ja, volgens mij kan dat wel. Nou, weet ik eigenlijk niet of dat kan. Ik heb geen idee of dat überhaupt mogelijk is met deze game. Beam en G-Drive natuurlijk wel. Ook wel vet hoor. Beam en G-Drive met stuur.
die wordt steeds meer simracing. Maar dan wel met al die destruction. Ik vind dat wel heel erg vet. Nee, we gaan hem gewoon nog een keer proberen. Dit keer met die auto's andersom. En dan zou ik met die Lamborghini wel wat links. Hoppakee. Here we go. Hier omhoog, hier omhoog. Daar springen. Hoppakee, hoppakee. Hoi. Daar naartoe. Springen. Hoppakee, hoppakee. Hey, springen. Boom. Rak, 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 rak. Takke, 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 tak. Heel ver naar rechts. Beetje snelheidsverlies, maar maakt niet uit. Maakt ook niet uit waar we komen. Behalve dat we nu dat schilderij pakken. Maar dan maakt het niet uit dat die auto daar doorheen zakt. Dan rats, 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 rats. Moeten we... Oh, jammer, net erachter. Maakt dan niet uit. Dat verliest ook weer niet zoveel tijd. Dan hier naartoe. Links aanhouden, want anders raken we het ding. Hi. Dan schieten we wat door, wat heel erg kut is. Waardoor we alsnog maar 10 seconden hebben. Want die Lamborghini staat eigenlijk te ver. Dat betekent dat we net niet genoeg tijd hebben om deze bocht te halen. Voorzichtig, want we crashen überhaupt. En we hebben 2-1. En wee. Maar lukt sowieso heel moeilijk. Dit is sowieso echt een ultra moeilijk. Maar we gaan het wel proberen, want ik heb geen creativiteit meer. Deze hebben we wel ooit eens gedaan met nog 20 seconden over alles erbij. Maar dan ben je wel anderhalf uur bezig met setup. Nou, ik denk langer zelfs. Nog veel langer dan de 2 uur, 3 uur. Prima. Sommige dingen doen we echt zo snel. Dat is niet normaal. Hey. 3 seconden extra speling vergeleken de vorige. Die moeten we wel daar planten, anders hebben we een probleem. Oh, hij staat precies ernaast. Maar we hebben iets meer dan 10 seconden, want dat duurde wat langer. En als we hem hier platten en we doen die... Oh, helaas, pindakaas. 2, 1, 0 en nee. Heel moeilijk. We hebben het ons ultra moeilijk gemaakt. Dat is gewoon op geluk. Dus ik speel nog steeds op geluk. Nog steeds alles op geluk. Hey. Het is hopen dat we daar een beetje lucky uitkomen. Ik weet niet wat Martijn allemaal zegt, maar het zal wel. Maar dit is echt puur op geluk hoor. Die auto's die rijden heel erg... Oh kut, moet ik wel dat ding pakken. Nevermind, opnieuw. Iets eerder uit de auto, kan niet. Dat is het allervroegst dat we uit de auto daar kunnen stappen. Anders dan raak ik dingen. Helemaal omdat daar je daardoor iets kan waar je niet doorheen... wil. Dan kunnen we daar niet eerder uitstappen. Je kan daar ook niet doorheen. Want anders hebben we een probleem. We doen het echt op z'n snelst. No offense. Maar we doen echt alles op het moment op z'n allersnelst. Ja, ik vergeet ineens een schilderij. Ik dacht, we zijn gewoon een auto aan het overstappen. Nou, nog steeds nail dit. Nou, dat is dus wat ik bedoelde met die auto. Helaas, pindakaas. Dat gebeurt wel eens. Maar die auto doet dat altijd. Helemaal dus bij oneven oppervlak zoals aan het eind. Wat er best wel een nadeel is hoor. Daarom hebben we die groene geluk aan het einde. En dan zou dit nog mogelijk moeten zijn. Kan je alle auto's maar 1 keer gebruiken? Nee hoor. Je mag vaker in dezelfde auto als je zo wil. Iets minder snel, maar we deden het ook wel heel perfect de vorige keer. Maar hij moet ook eigenlijk wel perfect, deze. Weer op de 22 seconden hierin. Bijna mist. Woe. Best oké. Deze moet eigenlijk dichterbij staan. Dit kost heel veel secondes. En dan zou het op zich moeten kunnen. Zo, dat was een hele goeie.
Maar helaas, pindakaas. Nee, niet. Alles op de gok. Waarom niet twee keer de lammen tot het laatste huisje vanaf dan tot de boot? Omdat je die Lambo uit laat schieten. Dus dan moet je daar helemaal naartoe lopen. En nu loop ik daar alsnog naartoe omdat die verkeerd staat. Ja, boot is niet meer een D. Die Lambo moet wat dichterbij voor überhaupt 2 seconden extra speling. Omdat je dan meteen kan gas. Je moet eigenlijk super dicht bij het schilderij staan. Wat logisch is. Dus dat doe ik even om te kijken of ik deze alsnog zou kunnen halen. Maar hij is niet optimaal. Kijk, want ik stap uit en betekent nog dat hij helemaal doorloopt. En als hij dan hier staat, ja, dan heb je hetzelfde concept. Dus je wil eigenlijk meteen overstappen in een goede auto. En eigenlijk zou dat dan een beetje hier moeten staan. Maar wel dicht bij het schilderij, meteen die Lambo stappen, rechtdoor rijden, weet je wel, enzovoort. En als je de brake bias aanpast, kon je dat maar, want holy fuck, je wil niet weten hoe gevoelig dat is om dat hoekje daar. We zijn echt aan het magicianen, die auto. Dat die auto natuurlijk super los. Een beetje extra tow, ja precies. Die auto die rijdt dus super los, dus dat je wil ten eerste snel, maar je wil ook niet te snel dat je er elke keer vanaf valt. Dus dat is best wel moeilijk. We waren inderdaad 0,1 seconde te langzaam. Ah, misschien net iets meer hoor. Ik weet niet, bij de tweede auto niet zo'n gat maken zodat je 1 keer door kan gaan zonder naar rechts te sturen. Ik weet niet wat je bedoelt, maar ik zal het wel... Oh, je bedoelt een gat voor de jump. Ja, dat is hoe ik het vorige keer heb opgelost. In ieder geval, dit was minder snel, maar daar was dat inderdaad een jump rechtstreeks naar de party tem. Maar dat maakt op zich niet uit. We kunnen er ook altijd nog door de muur knallen, als we zouden willen. Maar dit is niet per se traag, hoor, dat we dit doen. Maar je zou ook meteen die kant op kunnen gaan als je daar helemaal een gat had, zeg maar, weet je wel. Dat kan ook allemaal. True. Maar het is niet veel... Dat zou niet sneller zijn. Of niet veel sneller. Nou, deze is iets trager dan normaal. Maar toch even kijken naar de Lambo. Kijk hoe erg je doorschiet soms. Daar kan je niks aan doen. Kijk, en nu ben je al iets eerder ook nog eens op gas. Maar dat betekent wel dat ik sneller moet... En we moeten dus links aanhouden, want anders crashen we sowieso. En nu kunnen we dat ding helemaal meenemen. En kunnen we net niet instappen voor de boot. Waardoor de helikopter op tijd... Hij moet wel echt geperfectioneerd worden. Maar normaal gesproken gaan we gewoon dingen wat sneller maken. Dit keer gaan we gewoon proberen deze nog niet perfecte setup te doen. Moed. Hoppa. Toch al een beetje naar rechts sturen. Goed uitkomen. En voor some reason maak je dan een enorme boost. Clean. Dat is ook heel clean. Zo, 24 seconden heb ik nog nooit gezien als ik dat ding instap. Maar dit is heel naaierig. En helaas, pindakaas. Al je tijd is weer weg. Het is nog naaieriger. Nog steeds wel een secondje extra. Dus dit kan hem worden. En het is hem. Poeh. We hebben hem in ieder geval wel gehaald. Maar hij is nog steeds niet optimaal. We hebben alles gehaald. De required en de optional. Normaal gesproken kan je dit met 4... Kan je dit natuurlijk ook halen. Maar we hebben ze gewoon alle 6. Dat was wel even stressvol. Deze. Hoe we hem hadden opgezet. Maar vergeleken de vorige keer. Toen met mijn oude computer. Dat we deze hele campaign doorspeelden. Hebben we het begin beter gedaan. Het einde hebben we wat meer... afgeracheld, zeg maar. GG, guys. Toch wel een GG. Hebben we netjes gedaan. Hier zie je nog even hoe onze run was. In de auto natuurlijk, die staat daar niet meer. Gassen, en ja, ook nog een foutje hier dus. Want een paar keer lantaarnpaal en toen zaten we vast in het gras. Uiteindelijk gaan we hier die auto in. Gassen, oh, die Lambo gaat hard.
En die Lambo hadden we een beetje geluk met de landing nu. Maar dat is echt super random. We hadden geluk met hoe we landen. Wel wat aan de linkerkant, maar wel met veel geluk hoor. Echt veel geluk. Alright, we hebben een nieuwe tool. Want we hebben weer een nieuw level. Het is kaart aan het regenen hier in ons huis. En wat kregen we nu dan? Een rocket launcher of zo? Oh, mijnen! Bommen! Die kan je gewoon tegen de muur. Ja. Zijn we alweer zover, ja? 6 bommen. Ah, bommen en granaat. En we kunnen natuurlijk die ook upgraden meteen. Dat is nice. Lijkt AMS2 wel met de auto's en de regen. Ja, het regent vaak in de wereld. Bom. Zo, dat kost wel wat. Ik wil 12 bommen. Willen we dat de blast radius nog eentje hoger is? Of willen we meer bommen voor de volgende level? Meer bommen, hè? Want dat duurt nog even. En dan kunnen we nog 2 keer 6 rounds doen trouwens. Ja, dat doen we. 24 rounds. 24 bommen meteen voor de volgende missie. What the fuck? Looking forward to see you at the locale celebrations. Concession stands, music performances, ice cream fans. The home guard will do their parade. And there will be huge fireworks. Hebben we dat al eens eerder meegemaakt? Can you help me out? Art return. Ja, moet ik die art weer returnen? Of zo. Locale. Is dat het enige nieuwe ding? Ja, holy shit. Lee has hidden 4 paintings at the marina. Help the insurance company retrieve them. Dus ik heb ze net gestolen. Voor de persoon waar we nu naartoe gaan. En nu moeten we weer 4 paintings returnen. Ja. Hij heeft... Er zijn 4 required. En dit zijn ze, alle 4. Helemaal kut dat deze zo ver weg is. Dus daar wil je beginnen, lijkt mij. In my opinion wil je hier beginnen met de boot naar die. En dan naar die en die meepikken. En dan met deze grote boot weer terug naar de escape vehicle. Dus als je daar begint en je moet dan naar die. En dan heel lang rijden naar de escape vehicle, lijkt me minder slim. Maar er is een hele jacht hier. Dan moeten we die jacht daar naartoe brengen. Oh. Oké, kom goed. Ik schrik me elke keer de pleurs van dat ding, hè. Fucking thunder. Gratis thunder hier, of... Jongen. Ik weet deze nog, ja. Dat het... Jongen. Ik schrok me echt helemaal kapot daarvan. Niet uitlachen. Er wordt alsnog getunderd. Oh ja, dat was het ook meer, hè. Dat we hier... Dat we hier veel, hoe heet het, krijgen? Veel, brandalarm. En dan moeten we dat brandje moeten we blussen. Too much fire triggers the alarm. Maar er wordt dus vuur getriggerd door de thunder. Dus dan moeten we alsnog gaan blussen. Dan zijn we eigenlijk gewoon brandweerlieden. Maar goed, ik zie nu in zijn marina helemaal niet zoveel. Dit bedoel ik, hè? It's just Dylan. Hallo, hoe gaat-ie? Ik zit wel even te kijken hoe en wat. We hebben een vistruck. Niet elke keer scare toevoegen. Dat is ook niet aardig. Nee, grapje. Dat mag hoor. Want ja, schrikken is schrikken. Ik ga deze toch even wegdoen. Ja, ik ben sterk. Hoppakee. Dan maak ik alvast openingen voor als we met een auto iets moeten doen. Verdomme zeg. Hou op hoor. En dit staat wel in de fik dan zeker. Er mag niet te veel vuur komen. Als het vuuralarm hierdoor gaat, hè? Echt waar. Ja, hallo! Ik moet fucking dit zien te... Dit is oneerlijk. Zij gaat vuur fire alarm af. Ja. Shit. Hallo. Kijk hoe snel dit nu gaat. Dat fire alert ding.
Dit krijg ik nooit geblust, dat balkje. Dat gaat. Dit heb ik niet eerder meegemaakt trouwens. Holy shit. Stop met vuur! Ja, dit is al te veel. Dit ga ik toch niet meer kunnen blussen. Dit ga ik niet meer kunnen blussen. Oh my god, we zitten zo dicht bij een alarm. En ik wil nog quick loaden. Please, please, please. Work with me. Ik ben blij dat we unlimited... Nee, 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 nee. Stop, 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 stop. Stop met fikken. Zometeen gaat het ook daar naartoe. En dat is niet de bedoeling. Oh my god, ik doe het goed. Volgens mij doe ik het heel goed. Ik heb dat geblust. Oh my god. Ik ben een brandweerman. Oh my god. Witte poeder van de Jumbo. Nee. Deze ook maar even eraf. Hoppakee. Hoppakee. Niet weer mij gek doen. Beetje een tunderachtige dag. Oké. Oh ja, dit gebouw gaat in de fik. Jongens, dit gebouw gaat in de fik. We moeten snel naar boven. Oh, Jezus. Ik schrok me weer helemaal de fletter. Waar is de vuur dan? Ik zie het niet. Oh, hij ligt op zolder. Oh, er zit ook helemaal geen alarm. Ik kan die gewoon oppakken. Maar ik moet gewoon ervoor zorgen dat het niet in de fik gaat staan. Dus we hoeven niet eens... We kunnen het gewoon pakken. Maar we moeten wel ervoor zorgen dat het vuuralarm niet gaat door de fucking thunder. Oh my god. Ik voel me net brandweerman Sam. Nou ja, daar hoeven we ook niks uit te stippelen. Niet mij laten schrikken, echt waar. Dit is niet leuk. Ik vind het geen leuk level ook gewoon, hè? Nou. Maar alles komt goed. Alles komt goed. Alles komt altijd goed. Wij doen niks, hoor. Nee, ja, doen jullie een keer niks. Verdomme, dat is niet mijn dop, dat is mijn muis. Hier, ik word er helemaal raar van. Ik wou dus de dop van mijn... Oh. Dat brandt niet, hè? Bomen branden niet. Ik moet hierin. Oké. Okay. Ja, ga maar weer fikken. Niet doen. Niet doen. Hier schrok ik niet van. Geen scare erbij voor deze. Ik wou mijn muis op de fles doen, ja. Ik dacht dat dat de dop was, maar dat was niet de dop. Please. Oh, daar is ook een vuurtje. Stop met vuren. Ik gooi allemaal goed. Ik vind niet waar het vuurtje is. Maar de fire alarm staat nog een beetje aan. Waar fikt het dan? Hij heeft het ook gewoon elke keer op zolder geplaatst, hè? Hier zie ik nog wel licht. Of waar ligt hij? Ligt hij eigenlijk wel op zolder? Hij ligt 4 meter onder ons. Oh, hij ligt niet op zolder. Hij heeft hem gewoon netjes... Oh, het vuur gaat automatisch uit. Kijk, dat komt... door de regen. Huh? Oh, hij heeft hem achter de bank geplant. Dus wij hebben hem die schilderijen gegeven van onze vorige heist. En hij heeft hem achter die bank geplant. Nice. Ja joh, als het zoveel waard is, zo'n schilderij, gewoon lekker erop zitten. Is dit het volgende huis? Anders ga ik me erop voorbereiden hoor. Oh, op de scare. Dat is het volgende huis. Daar ben ik niet meer bang voor. Ik ben niet meer bang.
Je dacht, ik ben bang. Maar ik ben niet meer bang. Oh ja, tuurlijk. Ik kan ook gewoon nog steeds geld pakken hier. Wow, my fucking... Wat staat ook in de fik? Er staat meer in de fik. Hou op met branden. Nee, dat pakt steeds meer. Je was toch bang? Niet bang. Ik was niet bang. Nee, ik ben ook niet bang. Yo, ik zie door mijn wit spul het vuur niet eens meer. Stop met hout tikken. Tjongejongejonge. Oh, sorry. Ik was even aan het genieten van die particles. Want die rook is vet mooi in deze game. Door het witte spul. Ja, dit wat ik toch spuit. Ik spuit toch wit spul. Of ben ik kleurenblind of zo? Oh, hier. Hun zijn ook allemaal rare dingen aan het doen. Nou, hij heeft wel veel schade die hij moet oplossen. Kunnen we hier ook omhoog? Of is de trap kapot? Wie weet zit hier nog valuable balls. Ik maak ook nog even dingen kapot. In real life of in game at the moment? In the game! Mijn slang! Mijn fire extinguisher, oké? Okay? Ja, verdomme, ik schrik me helemaal... Nou, Jezus Christus! Wel, dit is gewoon Thunder Simulator, hoor. Dit is niet leuk. Nee! Oh, jongens. Oh, oké, okay. Ik ga falen, hè. Ik had gewoon moeten quicksaven, hè. Stop. Oh, God. Please. No, please. Oh, God. Ik had moeten quicksaven, hè. Waar wist ik veel? Ja. Hoe kom ik daarbij? Stop met Vicky. Stop met Vicky. Ik weet het, er is niemand hier die Vicky heet. Ik ga wel op afstand spuiten. Oh, ik heb hier ook nog een trap. Never mind. Ik kan wel wat dichterbij komen om te spuiten. Doe maar open. Goeiedag. Hij maakt een hartje in de muur. Hoppakee, did it. Easy peasy lemon squeezy. De schilderij staat toch in die laatste? Ja. Yeah. Hoe kom ik daar? Om te blussen? Spuiten klinkt raar. Oké, okay, ik zal blussen zeggen. Dat is inderdaad misschien wel een beter woord. Oh, hij heeft hem onder het bed. Haha. I see where you hide your stuff. Huh, nog één? Ik heb dat hele ding niet meegenomen van het andere huis. Onder het bed? Nee, blessen onder het bed. Ik doe speciaal voor jou het minder raar laten klinken, want blijkbaar in jouw hoofd klinkt dat heel raar. Dus ik doe dat nu goed. En dan ga jij weer spuiten onder je bed. Oh, deze zit nog op zolder. Hoppakee. Dan kunnen we die jacht wel gaan gebruiken. Zullen wij de jacht doen? Lijkt me leuk. Op de jacht. Fucking. Oh my god. Nee. Waarom ben ik zo stom? Dit is echt niet een leuke missie. Dit is gewoon gratis Thunder Simulator. Dat is helemaal niet leuk. Maar ik vlieg helemaal van mijn apropos eraf. Maar maakt niet uit. Wij kunnen als het goed is hierin... Wij kunnen... Hoe werkt een boot? Wij kunnen hier wel gaan varen. Kijk. Hey. Goodbye.
Hartslagmeter. Nou, bij mij moet je nooit een hartslagmeter doen, want die is al 200 km per uur in rust. Dus ja, die is 300 in... Huh? Oh shit. De vehicle conditie was nul. Hij ging helemaal kapot. Nee. Ik wil aan land. Oh my god. Ik heb hem gesloopt. Ik heb hem letterlijk gesloopt. Hey, but I did it. Boom. Look at me now. 13 minuten 36 seconden? Prima. Helemaal prima. En ik ben geen enkele keer geschoten. Huh? Waar ben ik nou? Oh ja, je bent steeds meer van je huis aan het bouwen. Omdat we steeds meer money pakken. Dus kijk, ons huis wordt al steeds iets beter. Nog een keer kan beter. Oh, echt. Nee. Maar echt gewoon nee. Dat was ook weer de volgende missie. Oh, hier, kijk. Marina Bay struck by lightning. Ja, ik heb het gevoeld, verdomme. Nice job. A little charred here and there. So I'll have to find someone to retouch them. Nice. Guess what? Oh, we gaan nu naar de... Naar die andere baan. Of hoe heet dat? We gaan nu naar de Hollow Rock Island. Dat was een heel leuk eiland. Maar zoals je ziet wordt het steeds moeilijker. Moet je kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus dat is best wel crazy. Maar we hebben ook bij de marina weer. Nee, bij de mall. Nee, bij Lee Chemicals. Huh? Wat? Oh, dan moeten we nog accepteren of zo. Oh, we hebben een side missie. Insurance fraud bij Villa Gordon. Help Gordon steal at least 3 of his own cars to help him. Oh my god, die is ook moeilijk, die side mission. Maar, ik ga er vandaag ook mee stoppen. Dat was de livestream. Ik wilde 300. Nee, ik ga niet nog 10 keer schrikken. Dat gaat niet gebeuren. Dus ik ben er klaar mee. Dat was de 12 over 1. En ik wou even een mooie... Je hart kan het niet aan. Ja, hart met een D. Wat is het met jouw D en de T, joh? Holy shit. Nee, maar ik vind het echt altijd heel grappig, Teardown. Ik vind het echt heel leuk. Het is ook echt amazing, gewoon. Hoe cool Teardown wel niet is. Het blijft een van mijn favoriete sandbox games. Hij is ook gewoon overwhelmingly positive op Steam. In totaal van alle 50.000 reviews bijna, 96% positief. Dus overwhelmingly positive is echt crazy goed. Maar ik vind het ook echt een crazy goede game. En je kan natuurlijk nog veel meer doen dan wat wij ermee doen. Maar ja, je kan echt alles. Workshop, campaign. Later krijg je zelfs robots als goed is in de campaign. Ik wil die campaign dus rustig gaan doorspelen. En vandaag was weer zo'n mooie dag om... toch weer even de campaign weer iets verder door te spelen. Maar dat wordt nog wel ergere puzzels. Dat worden echt hele erge puzzels trouwens, binnenkort. Het wordt steeds moeilijker. Dus ja, dat wordt flink het brein zijn ding laten doen. Oh joh, er zijn 40 missies in totaal. En je hebt dus ook gewoon tornado's en rocket launches en weet ik van wat. Je kan echt alles physics doen. Nee, niet Thunder doen. Niet Thunder doen. Mijn hartslag is echt hoog. Oh, je hebt ook Nitro-auto's en zo, ja. Dat heb ik ook gezien. Dat is superleuk. Maar kijk die trailer ook, hoe fun het is. De community mods. Go crazy in Sandbox. Dat je dingen vast aan auto's kan doen. Hoe leuk is dat om te doen? Überhaupt. Gewoon, oh, die kluis is ook heel leuk, ja. Dingen laten exploderen. Kluis naar beneden. Maar kijk, je kan crazy in Sandbox mode gaan. Je kan dus van die dingen achter auto's aan... Kijk, dat worden gewoon echt van die thrusters. Het is net zoals Half-Life, maar nog cooler met physics. Er zijn zoveel community mods. Kijk dan wat de community allemaal weet te maken en zo. Dit huis heb ik ooit een filmpje van gemaakt. Hier, gewoon dikke lightsabers. Oh my god, zo'n farm ding.
crazy ass gravity guns, miniatuurkamers, alles erop en eraan zit in Teardown. Maar je kan ook zelf in een editor, kan je in een voxel editor helemaal zelf behuizingen maken, gekke dingen maken. Dus Teardown, echt freaking epic. Hoop dat jullie hebben genoten van wel even deze anderhalf uur. I enjoyed it weer a lot. Thanks voor deze late night livestream. Om te kijken natuurlijk, want ik heb hem gemaakt. Ik ga morgen in de namiddag hier voetbal spelen. Weer even de voetbalfix voor mij. En dan ga ik in de avond, weet ik nog niet. Mogelijk wordt het FA Manager. Maar het kan ook mogelijk Fall Guys worden, omdat die een seizoen 2 heeft. Dus het kan ook zo zijn dat ik morgen e-voetbal doe in de namiddag. In de avond doe ik Fall Guys seizoen 2. Dan doe ik op vrijdag doe ik F1 Manager. En op zaterdag, omdat zaterdag altijd de simracing dag was, doe ik dan simracing. Ook omdat het steeds kouder wordt buiten. Dus dat is super chill om eindelijk weer wat meer te gaan simracen. Dat zeg maar mijn schema is. Maar ik heb best wel een schema in mijn hoofd waar ik ook echt naar uitkijk. Dus dan weet je het een beetje. Dat het dan morgen, donderdag, is dat dan dus e-voetbal in de namiddag. En in de avond mogelijk Fall Guys. Als dat Fall Guys is, is het vrijdag F1 Manager. En is het zaterdag simracing. En is zondag natuurlijk Community Night. Dus dan heb je een beetje het schema voor je. Een beetje een idee. In ieder geval, als je deze nacht nog lekker door gaat nachthuilen. Enjoy your night. Wat je ook maar gaat doen. En ga je zometeen slapen. Lekker slapen. AMS2 alien worden in de winter. Echt hoor. Echt. Zo fijn nu om dan lekker te gaan simracen. I love it. Hey, alleen maar liefde. Bye bye. Oh my god, de koning wordt opgegeten! We zien je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpers. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je maar. Ik ga dit doen. Oh! What? Ik zag een tank vliegen. Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? Hij klopt heel hard. Oh shit, ze komt. Hele tijd stil, ineens zie je. Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Put your gun over the bridge, Sergeant! Oh, je zet Piet. Wow, skip! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get down! What? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik de... Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Hoi. Pas op voordat je het doors. What the hell? Daar gebeurt niet op mijn scherm.
Wat de hel? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey. Wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Wat? Wat doe ik? Waar ben ik? Ah, wat? Huh? Wat doe ik? Oké! Nee! Ja, Rijnbouw! Het is een spel! Het is... Oh. Oh shit! Hoe kreeg je dat doen? Dat is insane! Kunnen ze dat opgestoken? Lol! Ik heb hem gedown met mijn flare gun! Relax, jongen! Oh! Kom op, ook zijn! Nee! Wat? Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.